Hoi, ik ben Maaike en wat leuk dat je samen met mij iets over biologie wil leren. In deze video kijken we naar het tweede deel over basisstof 6.2, afweer. Je lichaam beschermt zich op verschillende manieren tegen ziektes en aandoeningen. In deze basisstof kijken we welke mogelijkheden je lichaam bezit om een eventuele infectie af te weren. In het eerste deel over deze basisstof hebben we gekeken naar de aangeboren afweer, de tweede afweerlinie. In deze video over het tweede deel kijken we naar de verworven afweer, de derde afweerlinie. In de video over het eerste deel van deze basisstof hebben we gezien dat de aangeboren afweer bestaat uit fagocyterende cellen die willekeurig pathogenen opneemt. Deze cellen herkennen dus of iets fout is, maar maken daarin geen onderscheid. De cellen die betrokken zijn bij de aangeboren afweer zijn een heel stuk selectiever. Elke individuele cel herkent maar één specifiek antigeen. Er zijn dus voor alle miljoenen antigenen miljoenen verschillende afweercellen aanwezig. De cellen die betrokken zijn bij de verworven afweer noemen we lymfocyten. We herkennen daarin twee hoofdgroepen, de B-cellen en de T-cellen. Beide hebben hun oorsprong in het beenmerg, maar T-cellen verlaten het beenmerg en rijpen verder en ontwikkelen zich dus in de thymus. B-cellen rijpen in het beenmerg. Er ontstaan tijdens het rijpingsproces verschillende soorten T- en B-cellen die elk hun eigen functie hebben. T-cellen zijn na rijping in staat om geïnfecteerde cellen te herkennen en te vernietigen. Dat noemen we de cellulaire afweer. B-cellen herkennen juist pathogenen in de weefselvloeistoffen. Dat noemen we de humorale afweer. Humoraal is Latijns voor met betrekking tot lichaamsvocht. T-cellen rijpen in de thymus. Daar ontwikkelen ze receptoren die specifiek op één bepaald antigeen passen, zoals een sleutel in een slot. Dit wordt ook gecontroleerd. Bevat een T-cel een receptor voor een lichaams-eigen eiwit, dan wordt de desbetreffende T-cel vernietigd. Gebeurt dat niet, dan herkent deze cel eiwitten op de celmembranen van je eigen cel als gevaarlijk en komt er een immuunreactie tegen je eigen lichaam op gang en dat wil je natuurlijk niet. Zoals we in de video over het eerste deel van deze basisstof hebben gezien, preken fagocyterende cellen het opgenomen pathogeen af. Dit gebeurt door macrofagen en dendritische cellen, maar ook door B-cellen. Deze cellen presenteren, na fagocytose en afbraak, een deel van het pathogeen-specifieke antigeen op de buitenkant van hun celmembraan. Dit fungeert als een soort reclamebord waarmee ze laten zien welk pathogeen ze gefagocyteerd en onschadelijk gemaakt hebben. De antigenen zijn gebonden aan membraangebonden eiwitten van het APC. Fagocyterende cellen gebruiken membraaneiwitten dus om het immuunsysteem te laten zien welk pathogeen ze aangetroffen en afgebroken hebben. Maar membraaneiwitten worden ook gebruikt om lichaams-eigen cellen te herkennen. Alle cellen in ons lichaam die een kern bevatten, bevatten eiwitten op hun celmembraan. Aan al die receptoren zijn enkele aminozuren gebonden van de eiwitten die de cel produceert. Daarmee vertelt de cel dus welke eiwitten hij maakt. De combinatie van al die verschillende aminozuren die als vlaggetjes naar buiten steken, worden herkend als lichaams-eigen. Is een cel geïnfecteerd en produceert het pathogene of afwijkende eiwitten, dan verandert dus ook de combinatie van aminozuren die gekoppeld zijn aan de membraaneiwitten. De cellen worden dan niet langer herkend als lichaams-eigen en worden vernietigd. Wanneer APC's een pathogeen gefagociteerd hebben, en bij een infectie zijn er dus heel veel APC's die allemaal hetzelfde pathogeen gefagociteerd hebben, dan verplaatsen deze zich via het bloed of de weefselvloeistof door het lichaam. Daarbij passeren ze vele verschillende inactieve T-cellen. Wanneer een van de APC's een inactieve T-cel tegenkomt, met op het celoppervlak de receptoren die overeenkomen met het antigeen, dan vindt er een binding plaats. Deze binding stimuleert de celdeling van de T-cel. Er zijn dan dus ineens meerdere cellen die dezelfde antigeen-specifieke membraanreceptoren bevatten. De APC's kunnen dan met meer T-cellen bindingen aangaan, waardoor de immuunrespons versterkt wordt. Er ontstaan vanuit de inactieve T-cellen twee soorten T-cellen. De T-killercellen noemen we ook wel cytotoxische T-cellen, oftewel TC-cellen. Deze herkennen geïnfecteerde cellen en ruimen die op.
T-helpercellen produceren signaalstoffen en activeren nog meer T-cellen, T-killercellen en ook B-cellen. De B-cellen die betrokken zijn bij de humorale afweer en dus aanwezig zijn in de lichaamsvloeistoffen, zoals bloed en lymfe, kunnen op verschillende manieren geactiveerd worden. Ze kunnen zelf een pathogeen fagociteren, maar deze kan ook gepresenteerd worden door een APC en ook de vrijgekomen signaalstoffen van de T-helpercellen activeren de ontwikkeling van B-cellen. Wanneer ze eenmaal geactiveerd zijn, gaan ook B-cellen delen. De dochtercellen kunnen zich ontwikkelen tot B-plasmacellen of B-geheugencellen. B-geheugencellen, zoals de naam al doet vermoeden, slaan de informatie over de antigenen op. Wanneer je dan nogmaals met hetzelfde pathogeen geïnfecteerd wordt, kunnen de B-geheugencellen zich snel veranderen in B-plasmacellen. B-plasmacellen produceren antistoffen, ook wel immunoglobuline genoemd. Dit zijn eiwitten die zich door de lichaamsvloeistoffen bewegen. Ze hebben een karakteristieke eivorm. Aan de twee korte delen bevinden zich antigeen-specifieke bindingsplaatsen. Komen ze een pathogeen tegen, dan vindt er een binding plaats tussen het antigeen en de korte kant van het immunoglobuline. De binding met de immunoglobuline zorgt ervoor dat het pathogeen niet langer in staat is om een cel te infecteren. Ook hebben gebonden immunoglobuline de neiging samen te klonteren. De binding tussen immunoglobuline en antigeen is bovendien een signaal voor macrofagen om de gebonden cel op te ruimen. B-cellen produceren antistoffen. Die zijn klein en zijn in alle lichaamsvloeistoffen, dus bloed, weefselvloeistof, lymfe, maar ook bijvoorbeeld snot, tranen en moedermelk aanwezig. Daar herkennen ze specifieke pathogenen waar ze een binding mee aangaan. Het pathogeen wordt vervolgens opgeruimd door de macrofagen. B-cellen zijn dus betrokken bij de humorale afweer. Wanneer we dit allemaal samenvatten, dan zien we dat pathogenen opgenomen worden door fagociterende cellen, die daardoor veranderen in antigeen-presenterende cellen. Deze activeren T-cellen die op hun beurt T-helpercellen, maar ook T-killercellen activeren. Geactiveerde T-killercellen herkennen geïnfecteerde cellen die na binding geliseerd oftewel afgebroken worden. Maar T-helpercellen activeren ook B-cellen. Deze kunnen ook geactiveerd worden door binding aan pathogenen. De B-plasmacellen produceren antistoffen die de pathogenen en antigenen in de lichaamsvloeistoffen binden en daarmee een infectie tegengaan. Tijdens het gehele proces worden ook verschillende geheugencellen geproduceerd. Deze onthouden de informatie over pathogenen waar ze mee in aanraking zijn gekomen. Bij een tweede blootstelling aan hetzelfde pathogeen worden direct cytotoxische T-cellen en B-plasmacellen geactiveerd. Dit hele verhaal is ook terug te vinden in Bina's tabel 84L. Let wel op, want het staat op twee pagina's en de afweerreactie begint op de rechterpagina bovenaan in het midden met de aanwezigheid van een lichaamsvreemde stof. Wat leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar de volgende video's. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video beschikbaar is? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot snel!